We hebben het principe achter sets gezien. Laten we even kijken naar de syntax. Een set aanmaken kunnen we op deze manier doen. Met deze curly braces kunnen we opsommen welke elementen er in de set zitten. Als we volgens het type printen van de set zien we dat het een set is. Dit is gewoon een nieuw type. We kunnen de set printen. We zien hier de inhoud van de set in een ongedefinieerde volgorde. In een set is er geen concept van volgorde van elementen. Dus ja, je krijgt een volgorde. De lengte van de set, of hoeveel elementen er in de set zitten, is op te vragen met de len-functie. De set met deze parentheses, daarmee kunnen we een lege set aanmaken. En dat kan dus niet met twee van die curly braces zoals we hier deden, zonder elementen erin. Dus als je dat doet, dan ben je namelijk een dictionary aan het aanmaken. En daar gaan we het later over hebben. Maar als je dus een lege set aan wil maken, niet de curly braces gebruiken, maar set en dan de parentheses. En de set en parentheses is ook te gebruiken als je een comprehension wil gebruiken om de set te vullen. Zoals we ook al zagen bij list comprehensions. Dus hier een voorbeeld daarvan. Een for loop die binnen de set parentheses aanmaakfunctie is gebruikt. Dus we loopen hier over de range 0 tot 4 en vermenigvuldigen elk element met 100. Dus dat resulteert in dezelfde set als dat we hier ook zagen. Andere functie op set is add. Dus we kunnen een nieuw element toevoegen aan set. Dus 400 hebben we nu toegevoegd. Om te testen of er een bepaalde value in de set zit, kunnen we value in myset gebruiken. Dus dit geeft nu een true terug omdat 400 in de set zit. Wil je checken of iets niet in de set zit, kan het ook met not in. Dus 500 not in myset geeft true omdat 500 er niet in zit. We kunnen ook loopen over alle elementen in de set, op dezelfde manier als we al bij list zagen. Dus als we nu loopen over deze set en de elementen printen, krijgen we deze geprinte elementen. En we zien ook hier dat de volgorde willekeurig is. Of ongedefinieerd is. Niet willekeurig, ongedefinieerd. Elementen uit de set verwijderen kan met discard. Dus nu hebben we element 100 uit de set verwijderd. Als we de set printen zien we dat 100 ook niet meer voorkomt. Remove is een andere functie die hetzelfde doet. Alleen die geeft een key error op het moment dat een element niet voorkomt. Dus dat is het verschil tussen discard en remove. Discard geeft geen error als het element niet voorkomt. En dan natuurlijk is deze error, is een exception, is ook weer af te vangen als u dat wilt. En om de hele set te verwijderen kunt u ook clear gebruiken. Dus dan is de set weer leeg zoals we hier ook een lege set aanmaken.